Hello everybody, I'm back. So here we are with the start of a new beginning. Chapter 1. This girl first comes rushing to you. She asks whether I can help her because she has family in the Peninsula District. And yeah, she asks me if I want to help. You can ask some questions. If anyone is able to fight back, blah blah blah. I just decided to help her. Okay, what can we do first? I don't really think that henchmen are the most important at the moment. The most important currently is to get information about different places. City core, bear's nest, persuasion. He won't still say anything. I finally got success. Just do it over and over again till you have success, because you may be able to use the information. This guy tells stuff about a beggar's nest, but I can just tell you about the information, what you need inside. Yeah, I got everything. But anyways, Nou, in Beggar's Nest, nou, daar zitten vooral zombies en zo. En daar zit een of andere Yuan-T of zo die al die zombies beheerst. In Black Lake, daar zitten allemaal nobele mensen en zo die denken dat ze alles zijn. Die denken dat ze het meeste waard zijn. Maar daarvoor, daar zit er nog een gedeelte met allemaal dieven en zo. En ja. Die zijn nogal gevaarlijk met allemaal honden en alles. Dan heb je Dogs District, daar zitten allemaal, allemaal tuigen en zo. Allemaal van die slechte mensen, bla bla bla. Dan heb je nog de Peninsula District, dat is gevangenis en zo. Oké, okay. Rivian, ik denk niet dat die informatie heeft. Perhaps you could tell more about it. Ja, dat hele gedoe met het gepraat. Nou, dat is eigenlijk niet eens interessant. Het gaat gewoon eigenlijk uiteindelijk erom dat je. Ja, deze die praat alleen maar over. Oh, mijn familie is allemaal dood en al. Oké, het is best wel erg, ja. Want we doen nog gelijk, denk ik, in Trace of Blades. Hier zitten heel veel mercenaries. Al mensen die ik kan inhuren. En dit ding hier, Cloak Tower, dat is een. Ik moet nog die missie van de Great Tree accepteren. Hier zitten dus magiërs en zo voor speciale quests en items voor magiërs. Maar dat kan ik niet nodig. I have some questions. Place of nature. Nou, die gast heeft dus een quest. Ik zorg altijd dat ik die gesprek zo ver mogelijk verleng als ik maar kan. Nou, dit speel dat heb ik allemaal niet nodig. 42 GP, ik zei toch al dat het iets rond de 30 was of zoiets. 42 dus, is nog beter. Nou, dit kan ik. Bam. Ik weet niet echt wat ik met eel moet doen, maar ik houd het altijd. Ook al weet ik niet waarvoor. Even die potjes op de goede plek zetten. Want dat is zo irritant als je allemaal van die potjes zet en je. Ze zitten allemaal in de weg, want die dingen zijn best wel belangrijk. Ja, ze kunnen belangrijk zijn. Het ligt gewoon aan jou of je ze wilt drinken of niet, of als je ze wilt gebruiken.
Dat is toch altijd de belangrijkste items die ik aan elkaar genoemd. Dan kijk ze ook onderaan. En hier ook alle potjes en hier ook alle enchantment spul. Oké, ja, dit spul kan ik ook nog verkopen, maar dat heb ik geen zin in. Oké. In ieder geval het eerste wat ik wil gaan doen, dat is met de zombies. Ik hoop dat ik snel level 4 ben, want ja, nou, dat is gewoon dat ik zelf wil. Maar oké, okay, nou, ik moet dus even met hem praten, met die Mano bewaker. Quarantined, bla bla bla. Anywhere she go, Harvard Asher Smith, last post, post, her feeling, anything. Bla bla bla. Ja. Oké, okay, nou hier krijg ik niet zoveel informatie. En dan moet ik soms even checken of ik veel weinig XP krijg door de zombies te vermoorden. Kijk, deze gast die wil ook tijd met hem praten. Nou, hij geeft een quest van de guard, van iemand die kwijt is. Die zit er ergens in de ringel. In ieder geval, SP team. Black, nee. Black, nee, district. En dit is echt een district met allemaal arme mensen en zo en dat soort spullen. Oké, moet ik even kijken wat het is. Dat is ook best prima. Maar ik laat de kisten niet, laat ik gewoon even zitten. Het gaat mij erom dat ik die vijandenbeeld heb. Die zombies die maken die vrouwen aan de dood. Maar dus, kom nog een keertje antwoorden, dankjewel. Even kijken hoeveel XP ik krijg. Nou, 15 XP. Oké, en nu een keer de zonnepanter. Ja, het is soms een beetje moeilijk om wat te raken. 17 XP, nou dan moet ik de zonnepanter. Dan krijg ik de meeste punten. Kijk, zo doe ik dat altijd. Even laden en 7 om te kijken waar ik de meeste punten voor krijg. Maar ik sta niet dat die panter mij gewoon punten neemt of 6 punten meer geeft. Maar oké, okay, het belangrijkste is nu dat ik dus al de zombies afvoer. En dan pas ga ik in de huizen en alles en wat even dat nodig is. Kijk, nu zie ik toevallig daar een deur, ja. Ik weet, even kijken, daar is de deur. Ik gok een beetje dat ik op een goede plek zit. Ik denk het niet. Nee, dat zit niet. Links. Door. Bam. Nou, ja, het is in principe gewoon, ja, simpel, een naakte zombies af. Dat is mijn quest. Nou ja, nou, quest niet, maar je krijgt gewoon punten voor. En die punten, daar ga ik dus voor. Weet je, ik weet eigenlijk zelf niet echt goed hoe het spel nou precies is gebalanceerd. Maar ik denk dat het beter is gebalanceerd dan ik eigenlijk denk. Wat ik vaak doe, ik ga gewoon rechtstreeks voor de bazen meestal. En aan het einde pas, dan maak ik de zombies plat en alles. Kijk, ik wil niet dat de zombies bij hun in de buurt komen, in principe. Want dan gaan die mensen niet knallen die zombies hebben, dan heb ik minder punten aan. Oké, ik heb de plus 3 bonus nu, omdat ik level up ben geweest. Kijk, dat helpt ook nog wel eens. Nou, dan ga ik eerst even om dit gedeelte heen lopen, want ik wil niet. Ja, nou. You are so gonna feel somewhere! Oké, dat is wel leuk om even te horen. Gewoon een keertje wat afleidend.
En dan zit nog de Darse Shining Serpent. Dat is best wel een belangrijke. Ja, nou, je kan er wat equipment kopen en zo. En een paar belangrijke. Oh, die Harmon Ashesmith die zit daar. Bewaker het over had. Kijk, wat gebeurt er als je even een skelet? Dat is wel irritant. En hier ergens in de noordelijke hoek, daar zit. Ik ben er al bijna. Er zit zo'n begraafplaats en daar zitten heel veel zombies. En daaronder daar zit er ergens een ding met een baas of zo. Maar de graveyard is eigenlijk in principe afgesloten. Nou, ik denk dat die gasten die gasten in het midden die zoeken het eigenlijk voor zijn man. Die zit ergens bij Wheel White, daar rechtsboven nog rechtsboven ergens. Ik zie hoeveel zombies er nu opeens zijn, maar nog steeds niet. En dat komt in principe omdat gewoon. Ja. Daar zit gewoon een begraafplaats daarachter. Kijk, zie je dat? En daar ligt ook nog een dood lichaam van iemand. En degene waarmee de items van hem naartoe moet gaan, die zit in de kerk ergens hier. Maar dat zie je nog niet op de map. Kom op, een beetje veel zonder zijn brood. Het zou wel fijn zijn als ik meerdere zombies in één keer kapot kan maken. Ik ben gewoon niet sterk genoeg. En als ik nou volop strength ga, ja oké, dat zou nog wel kunnen. Ik heb een andere plan, ik ga op wisten. Ik heb een andere zou ik nu gewoon maar twee hier hebben, eentje hier. En dan heb ik toch gewoon dit is voor drie of zo. Maar kijk, ik overleef het wel met 24 HP. Ik verbaas me eigenlijk dat ik nog zoveel HP heb. Die staf van deze gast is heel veel water als je dat ding verkoopt in de winkel. Maar wat je ook kan doen is gewoon eerst het ding aan iemand geven, dan krijg je een paar goedheidspunten. Vervolgens, ja, steek even die stapel in de fik. Dat was een netjes. Kijk, nu omdat ik toevallig dit ben. Ja. Kijk, als druid kan ik mezelf healen. Op 9 hitpoint. Kijk, het verbaast me dat ik zelfs 9 kan healen. Oké, ik weet dus precies waar al die zombies zitten en zo. Ik heb er een hekel als ik iemand kan hebben of zo. De zombies die droppen eigenlijk nooit wat. Dat is gewoon iets wat het spel heeft. En die deur die daar in de hoek zit, dat is gewoon zo'n deur wat eigenlijk alleen maar voor magisch is. En dan kan je zien naar dat ding hier. Ik denk dat ik intussen al zo'n beetje over mijn opname tijd van een kwartier in heb. Dus ik doe even een nieuwe opname. Ja.